Als we kijken naar 2040, dat is ver in de toekomst. Kunnen we wel een paar dingen daarover zeggen. We weten dat de uitgaven in de zorg sterk snel oplopen. We weten ook dat consumenten kritischer worden. En dat roept de vraag op hoe je je zorgverzekering dan inricht. We hebben nu een stelsel met sterk uniforme zorg, brede zorg voor allen. Het is mogelijk dat ook een wereld in beeld komt waarbij je zegt van we willen meer differentiatie in verzekeringen. Meer sobere verzekeringen en een beter georganiseerde markt voor aanvullende verzekeringen, zodat mensen daar ook enige keuzevrijheid in krijgen. Nou, de belangrijkste verandering die er gaat komen is dat de uitgaven van de zorg gaan verder oplopen. Dat is een trend die we nu al waarnemen. Hoe snel dat gaat, dat weten we niet. We onderscheiden twee scenario's. Maar in het hoge scenario, met de snelle groei van de zorgontwikkeling, dan zien we dat de uitgaven stijgen tot iets van 30% van het nationaal inkomen. Dus 1/3 van ons nationaal inkomen gaat dan op aan zorg. Voor individuele huishoudens betekent dat dat ze flink meer moeten gaan betalen voor hun zorg. De premies kunnen oplopen met 15 procentpunten. En ja, dat heeft wel flinke consequenties. Voor lagere inkomens betekent dat dat van alle inkomensgroei tot 2040 driekwart opgaat aan extra zorg bij de huidige manier van financieren. En dan kom je natuurlijk voor de vraag te staan, ja, wil je dat? Als je zegt, nou, dat zijn ook onze voorkeuren. We weten, als we rijker worden, dan willen we meer uitgeven aan zorg. Dan kan dat. Maar de consequentie is dan wel dat we inderdaad flink hogere zorgpremies gaan betalen. Dus je komt daar voor fundamentele keuzes te staan. Iets anders wat ook gaat gebeuren is dat consumenten die zijn in de toekomst hoger opgeleid. We zien de opleidingsgraad snel stijgen. De informatie neemt enorm toe over de zorg. Dus mensen weten straks prima wat er te koop is en wat de beste aanbieders zijn. En het kan ook zijn dat mensen meer inzicht krijgen in hun eigen zorg en misschien wat meer eigen regie willen hebben in de zorg. Dus dat is de tweede trend. Dus wij schetsen daar vier werelden. Eén wereld is vasthouden aan de brede collectieve zorg. Je kunt ook gaan denken, nou, we moeten de uitgavenstijging wat afremmen door wat meer financiële prikkels bij de mensen te leggen. Dus we gaan eigen betalingen, eigen risico's invoeren. Dan rem je wat de kostenstijging, maar dan hou je nog wel vast aan uniforme zorg. Je kunt natuurlijk ook gaan denken, ja, moeten we vasthouden aan uniforme zorg of moeten we toegeven, wellicht als dat zo is, aan de wens tot meer maatwerk, tot zorg, verschillende zorgpakketten. Dus je kunt je voorstellen dat je naast een wat soberder basisverzekering misschien meer ruimte geeft aan aanvullende polissen. En waarbij mensen dan mogen kiezen voor een soberder pakket of voor een aanvullend pakket. Iets wat we in andere landen ook wel zien. Tegenover de collectieve zorg met het brede pakket staat in het extreem een zorg met alleen eigenlijk een minimumvoorziening en grote eigen verantwoordelijkheid voor mensen zelf. Ook grote keuzevrijheid, dat is een voordeel. Een nadeel is in die wereld is dat de verzekeringsmarkten zich slecht ontwikkelen. En als je behoefte hebt aan zorg, aan verzekeren en zekerheid heeft waarde, dan zou je ook kunnen kiezen voor een wereld met meer gedifferentieerde, georganiseerde verzekeringsmarkten. Minder uniformiteit, meer keuzes, leidt bijna automatisch tot minder solidariteit. Ja, dat is een keuze waar je voor komt te staan, denk ik. Dat hangt ook erg sterk af van de maatschappelijke voorkeuren. Het is ook wel de vraag wat solidariteit daar precies is. Want je kunt je ook afvragen van, als inderdaad van je inkomensstijging driekwart opgaat aan zorg, is dat dan nog wel helemaal solidair? Of is het dan toch solidair, meer solidair, om te zeggen, nou, we zoeken van zorg die overeenkomt met de voorkeuren van mensen. Maar er is een sterke behoefte aan solidariteit in de zorg, maar echt sterk aan uniformiteit aan de zorg. En dat is ook een denkbare wereld. We zien wel in de oudere zorg dat we natuurlijk al wat stapjes aan het zetten zijn naar meer differentiatie. We hebben als scheiden van wonen en zorg. Dat is al een eerste stap richting toelaten van verschillende voorkeuren. Als we verder op die weg gaan en ook de AWBZ meer gaan beperken tot een basisvoorziening, dan komt er ook behoefte om daar aanvullende markten te hebben. Dus ook dat is al een stap in de richting van differentiatie.